Hallo iedereen, welkom terug op mijn kanaal. Ik wil graag een fliptour doen met jullie met dit boek. Dit is Dimensions, coloringboek van Creatief Haven van John Wick. Deze auteur heeft meer boeken gemaakt en ik heb al een ander boek van hem, dat is Tekkelesje Mandala's. En die vond ik zo leuk dat ik ben gaan kijken op Amazon of er nog meer boeken van hem waren. En toen zag ik deze. En toen dacht ik, oh leuk, deze wil ik eigenlijk wel aanschaffen. Laten we eens eventjes gaan kijken in het boek. Nou, dit is de inleiding. Deze boeken worden gemaakt in New York. Want het Creatief Haven is een Amerikaans bedrijf. En dit zijn de platen. En ik vind ze erg mooi en... Wat het leuke is van deze platen is wat voor kleurtjes je ook gebruikt. Het komt altijd mooi uit. Ik zoek altijd zelf mijn kleuren uit. Of ik ga kijken voor een color palet op Pinterest. Maar meestal kies ik de kleurtjes zelf uit. Ik heb ook al een plaat gekleurd in dit boek voor jullie. Dat is deze. Deze heb ik gedaan met eigen uitgezochte kleurtjes. Wel wat donkere kleurtjes, maar ik vind hem eigenlijk wel heel mooi uitgekomen. Dus ik ga sowieso straks nog wel een plaatje doen in die boek. En je kan allerlei soorten kleuren gebruiken. En je hoeft niet per se aan de binnenkant te beginnen van de plaat. Maar je kan ook gewoon aan de buitenkant beginnen. Alleen ik... Persoonlijk begin altijd aan de binnenkant. En je hebt, dus dit is net een zon. Ik vind het wel heel erg apart. Hele aparte vormen. En dat vind ik in die Tekkelesje Mandala's ook heel erg. Ook hele aparte platen. En ik denk dat ik binnenkort toch ook nog wel een boek van hem ga bestellen. Want ik vind deze auteur wel hele mooie boeken maken. En hele mooie platen daarin. Maar dan denk ik dat ik een patronenboek ga kopen. Ja, heel mooi gedaan. Heel apart. Heel anders dan gewone mandala's. Je zou zeggen dit is een mandala. Maar dan met hele andere soort vormen. Heel leuk. Dit is meer een ster. Dit ziet eruit als een ster. Dat vind ik wel heel erg leuk. Heel apart. Ik ga dit boek ook eventjes onderaan mijn video neerzetten. Dan ben je ook geïnteresseerd in dit boek. Dan kan je altijd kijken op Amazon. Of je het ook leuk vindt om die boek aan te schaffen. Color in My Way. Verlisa. Color in My Way. Dat is ook een YouTube kanaal. En die kleurt ook heel veel in dit soort boeken. Daar heb ik deze ook gezien. En ik was eigenlijk direct om. Lijken net ogen. Dit vind ik. Lijken net ogen. Ja, echt heel leuk. Heel apart gedaan. Dus het is zeker een boek waar ik zeker meer in ga kleuren. En ook heel rustgevend. En zo'n plaat duurt echt niet lang voordat je hem af hebt. Ik heb met die andere plaat ongeveer... Bij die andere plaat heb ik er 2 dagen over gedaan. Maar ik kan dit ook in een uurtje af hebben. En nog een andere plaat. Nou, dit was het boek. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, duimpje op. Of abonneer je op mijn kanaal. Dat waardeer ik altijd. En hebben jullie nog vragen? Of andere dingen? Of willen jullie platen zien die ik heb ingekleurd? Dan kunnen jullie altijd kijken op mijn Instagram. Of mij een mailtje sturen. Als jullie nog andere vragen hebben. Nou, tot de volgende keer. Dag!